Hoop ik ook. Relaxed. En jij? Naar Beijing. Echt? Naar de Olympische Spelen. Zo. Dat moet een bijzondere ervaring zijn. Maar bij welke ploeg zit je dan? Ook toe aan een bijzondere ervaring? Met de loopbaanversneller groei je bij de beste werkgevers met een persoonlijk opleidingsplan en baangarantie. Kies voor een ploeg die je verder brengt. Schrijf je in op randstad.nl. Er was eens een rijke man in een waanzinnig kasteel. Hij liet alles achter. I'm gonna look for a job. En ging incognito bij arme mensen wonen. I can't actually imagine anybody living in a caravan. Om uit te zoeken wie hij heel veel geld zal schenken. Een mooi sprookje in een keiharde wereld. I want to give you £10,000. Secret Millionaire. Morgen, 8:30, RTL 4. Je kijkt naar Nederland Vertrekt, het programma waarin vakantievierende Nederlanders centraal staan. Zometeen zie je hoe de Happy Hippie View woont op Ibiza. Het is een groot huis, 4000 meter grond, 400 vierkante meter huis. Maar toch het gevoel dat het een eenheid is. Het loopt allemaal in elkaar over. Maar nu eerst naar een wat simpeler behuizing, de huifkarvakantie. De bevriende stellen Martin en Louise en Lammert en Sis trekken er iedere zomer op uit. Met de huifkar. Paarden zijn hun hobby, dus een vakantie met hun eigen paarden is ideaal. De huifkar fungeert als caravan, want ze doen er alles. Koken, eten en slapen. Lieke zoekt de vrienden op. Hey, ik ben 15 jaar lang met een huifkar op pad. Ja, maar je komt overal. Je komt op plaatsen waar je normaal niet met een auto kan komen. Ja, wij zoeken de rust en ja, je kan mooi door de bospaden heen rijden. En als je een mooi plekje hier vindt, nou, dan gaan we gewoon op ons gemak die spannen wat spul uit. En dan paardjes even laten grazen.